Ronald Sutt, een bijzonder weekend voor jullie als racer. Ja, dat mag je wel stellen inderdaad. Ja. Het laatste weekend van RES. En dan gaan we vanaf 1 juli gaan we fuseren met Essen Bolzwart. En wat gaan jullie dit weekend allemaal doen? We hebben zometeen een eerste wedstrijd met oud RES 1 tegen het huidige RES 1. Morgen hebben we oud RES 3 tegen het oud RES 4. En vanavond hebben we echt een hele mooie avond, zeg maar, in de tent. Die staat daar. Met allemaal sketches, muziek. Want ja, RES is ook bekend, zeg maar, om haar muzikale leden en dergelijke. Deadline is hier bijvoorbeeld begonnen. Dus die vanavond echt hele bijzondere optredens gaan we vanavond meemaken. Ja, en ook morgenavond gaan we ook de RES-man, de laatste RES-man van het jaar, of RES-vrouw van het jaar. Dat mag ik dan nou nog niet verklappen. En de meest waardevolle speler, die wordt dan ook gehuldigd. En ja, er worden hele bijzondere dingen gaan er gebeuren morgenavond. Is het echt het laatste voor RES dit weekend? Ja, de ledenvergadering heeft zich uitgesproken voor de fusie. En 30 juni worden de handtekeningen gezet. En dan is inderdaad vanaf dat moment gaat RES fuseren met Essen Bolzwart. Wat een feestelijk, maar ook wel een moeilijk weekend, lijkt mij. Ja, het wordt inderdaad ook wel een heel mooi weekend. Maar goed, het is ook wel weer des RES. Want als je ziet wat daar allemaal staat, allemaal door vrijwilligers opgebouwd en dergelijke. Ook een RES camping. Daar gaan we zaterdag, zondagnacht, zullen er ook tenten, zeg maar, zijn op het veld. Die dus inderdaad daar overnachten. De twee kleedkamers daar, die zijn ingericht als VIP-ruimte. Dat mensen daar ook kunnen slapen. En, maar goed, zondag om 5:30, dan wordt ook gaat de vlag die gaat naar beneden toe. En die wordt dan door de kinderen, zeg maar, van de oud-voorzitters en ook eentje van mij. Die gaan dan onder begeleiding. Van de doedelzakmuziek wordt dan de vlag naar de kantine gebracht. En vervolgens inderdaad dan gaat de deur symbolisch op slot. En dan is het dan het einde inderdaad. Dus dan zullen denk ik wat tranen gaan vloeien. Er gaan mooie dingen gebeuren. Ja, absoluut. Maar we gaan er ook van genieten. Want kijk, je kan inderdaad terugkijken. Aan de ene kant is het jammer. Maar aan de andere kant, samen met Essen Bolzwart, een prachtige toekomst voor het voetbal in Bolzwart. En ja, goed, je ziet al dat veel teams, met name jeugdteams, hebben al selectiewedstrijden gehad. Ja, dat biedt hartstikke veel kansen. Er gaan hele mooie dingen gaan hier gebeuren.